Hij was minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal bij de NAVO. Prominent lid van het CDA, politicus met een scherp oog voor de buitenlandse belangen van Nederland. Maar daar wordt in deze verkiezingscampagne van de afgelopen weken nauwelijks over gesproken. Jaap de Hoop Scheffer, welkom. Dank u. Wat heeft u gehoord de afgelopen weken over het buitenland in de campagne? Nou, niet veel. Het raam was dicht. En ik hoorde een campagne waarin ik woorden die ik zou hebben willen horen als Europese Unie, China, Verenigde Staten, Rusland. Hoe gaat Nederland zich opstellen binnen de Europese Unie? Daar hoorde ik niks van. En niet alleen ik hoorde er niks van. Maar de Adviesraad Internationale Vraagstukken, waarvan ik de voorzitter ben, die hoorde daar ook niets van. En die heeft geadviseerd in de afgelopen periode over een groot aantal onderwerpen. Dat is ook onze taak. En toen hebben wij gezegd, nou ja, het is voor de campagne nu helaas te laat, maar niet voor de formatie. En wij brengen een agenda uit voor wat betreft het brede buitenlandbeleid, van mensenrechten tot de Europese Unie. In de hoop dat tijdens de kabinetsformatie daar wel aandacht aan zal worden besteed. In Amerika is een adagium tijdens de campagne All politics are local. Alle politiek gaat over lokale problemen. Is dat wat je hier ziet, ook in de Nederlandse campagne? Ja, in die zin. Wij zijn de, uit mijn hoofd gezegd, meneer Hoekstra weet dat beter dan ik, we zijn de 17e economie van de wereld. We zijn de meest open economie. En we hebben dus alles te winnen en ontzettend veel te verliezen bij een gebrek aan aandacht. Ja. Nou heeft Europa, ik noem meteen Europa met een hoofdletter E. Europa heeft twee hele moeilijke opdrachten. Europa moet enerzijds in het keiharde machtsspel wat zich aan het ontrollen is tussen de supermachten, Verenigde Staten en China. Met als permanente stoorzender meneer Poetin in het Kremlin. Dat is een keihard machtsspel. Waarbij de Amerikanen natuurlijk altijd ons eerste referentiepunt zijn. Ja. Ze garanderen onze veiligheid in de NAVO. Qua waarden is dat ook het geval. Maar als dat Europa dus niet geplet wil worden in die keiharde machtsstrijd. En de Europese Unie is niet opgericht voor machtspolitiek, hè, in die historie. Dus dat is al een lastige. Als Europa niet overeind blijft en Nederland daar zijn maximale bijdrage aan levert, en dan heeft Europa de kans in die notenkraker tussen die twee grote terecht te komen. En dat kan gebeuren. Dat is niet wat we moeten willen. Anderzijds, en dat staat er eigenlijk haaks op, heeft Europa de taak om het multilaterale systeem, de internationale organisaties die op regels zijn gebaseerd, in stand te houden. Nou, daar hebben we na de hopeloze Trump-jaren hebben we weer een bondgenoot in het Oval Office in de Verenigde Staten. Joe Biden, ja. Maar dat zijn twee heel moeilijk met elkaar te verenigen opdrachten, maar die moet Europa toch uitvoeren. Zeg, u noemde net China. Er is een nieuw handelsakkoord gesloten tussen de Europese Unie en China. Details die worden langzamerhand bekend. Waar het niet heel erg nadrukkelijk over gaat, is over de mensenrechten in China. Wat vindt u? Nou, ik vind allereerst dat dit akkoord wat is gesloten op 30 december, laatste dag van het Duitse voorzitterschap. Ik zal er verder niks van zeggen, maar u begrijpt misschien wat ik bedoel. 7 jaar onderhandeld. Ja. De Chinezen hebben ingezien, Duitsland is nog voorzitter. Duitsland wil erg graag Mercedes en BMW's exporteren. Dus hup, daar was het akkoord. En daar maken in China ook. Mijn hoofdprobleem met het akkoord is dat er een aantal niet al te stevige passages in staan over arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld, en dan kom je indirect natuurlijk bij de mensenrechten kom je uit. Maar het belangrijkste, dat de commissie zegt, dit is een handelsakkoord. Daar gaan wij over, daar gaat het Europese parlement over. De Raad moet uiteraard moet het goedkeuren, maar nationale parlementen hebben daar niets over te zeggen. Laten we even kijken. Dat kan niet, dat is zo'n belangrijk akkoord. Ja, laten we even kijken naar, als het over mensenrechten gaat, dan gaat het de afgelopen jaren in China over de situatie van de Oeigoeren. Een minderheid die daar opgesloten wordt in, sommigen zeggen, concentratiekampen. Er wordt het woord volkerenmoord wordt gebruikt, onder andere hier in Nederland, waar een heleboel politieke partijen in de Tweede Kamer hebben gezegd, dit is volkerenmoord. Bent u het daarmee eens? Is er sprake van genocide en volkerenmoord als het gaat om de Oeigoeren? Dat is een moeilijk juridisch verhaal, meneer Huis. Het zijn in ieder geval misdaden tegen de menselijkheid, wat mij betreft. Maar dat is nog niet hetzelfde als genocide. Dat kan het zijn. Er is een genocideverdrag uit 1948. En voordat je van genocide kunt spreken, daarom heeft de Tweede Kamer ook gezegd, wij duiden dit als genocide. Als je genocide zou willen vaststellen, en dat wordt verdraaid lastig, dan moet je ook onderzoek kunnen doen. Dan moeten er ook een aantal internationaal rechtelijke voorwaarden worden vervuld. Dat is niet makkelijk in China natuurlijk. Nee, en dat is in die supermacht China niet makkelijk. Er wordt onderzoek gedaan. De BBC heeft een reportage gemaakt over de positie van oud-gevangenen. Oeigoeren die daar vastgezeten hebben. Ik wil u graag een uitspraak laten zien van een vrouw die daar systematisch werd verkracht en gemarteld. Kijkt u mee. They had an electric baton. I didn't know what it was.
It was pushed into my private parts and I was tormented with electric shocks. Hier doet zich dus het massale probleem voor. En daarom noem ik weer de Europese Unie. Dat je in je relatie met China dit soort zaken moet afwegen tussen al die andere gigantische belangen. Ik noemde al Mercedes en Audi een paar zinnen geleden. Hoe weeg je dat af? Je kunt niet als Nederland, die neiging hebben wij wel eens, je vinger opsteken en zeggen wij waarschuwen China voor de laatste keer. Dat doe je dus alleen als je, kracht wilt uitstralen via de Europese Unie. En dan zou ik willen weten, wat is de Nederlandse inbreng in de Europese Unie? En wat gaat die Europese Unie uiteindelijk? En de Europese Unie is een economische grootmacht. Helaas nog een politieke puber en laten we het over militair maar helemaal niks hebben, kabouter. Maar op dat financieel-economische punt heeft China ook Europa nodig. En dit soort vreselijke beelden van grove mensenrechten schendingen, ik zeg nogmaals, misdaden tegen de menselijkheid, als het al niet volkerenmoord, geen genocide is. Ja, daar moet je ook over praten in Nederland. En ook wat in de campagne. Is je inbreng in de Europese Unie? Doen. En ook in de campagne. Meneer Hoekstra, u heeft deze beelden gezien. De CDA-fractie steunde in de Tweede Kamer de motie waarin dit beschreven werd als genocide. Bent u het daarmee eens? Ja, maar precies met die connotatie die de Hoop Scheffer daar terecht aan geeft. Dit heeft zeker tekenen van genocide. En het zijn in ieder geval misdaden tegen de menselijkheid. Het probleem is dat behalve de BBC, en de Hoop Scheffer weet dat beter dan ik, ook anderen moeten kunnen vaststellen wat het is om dat juridisch rond te krijgen. Maar dat is gebeurd. Hè? Amnesty International, er wordt heel veel over gepubliceerd op dit moment. Ja. Er zijn heel veel getuigenverslagen van mensen die in die kampen hebben gezeten. De New York Times publiceert erover. Ja. Nee, maar dat is nog weer anders overigens dan de instituten die dat formeel moeten vaststellen. Maar heel even, heren, ik ben het helemaal met u eens. Concentratiekampen, daar laten autoriteiten meestal geen pottenkijkers toe. Nee, en dat is precies het lastige. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat het CDA en heel breed er in de Kamer is gezegd. Dit heeft alle tekenen van genocide. Het is tenminste zijn het misdaden tegen de menselijkheid. En het is natuurlijk echt verschrikkelijk, want u heeft nu dit fragment. Ja. Maar er zijn er vele meer en het gebeurt op hele grote schaal. Kun je zaken doen met een land dat omgaat met een minderheid zoals China dat doet met de Oeigoeren? Wat vindt u? Nou, ik vind dat het een naïeve gedachte zou zijn alsof je nu helemaal geen zaken meer zou kunnen doen met welke partij dan ook in de wereld, in dit geval China. Wat ik zeer met Hoop Scheffer eens ben, is dat dit nou precies laat zien. Dat als je wat wil doen aan deze verschrikkelijke situatie, als je daar echt wil zorgen dat dit ophoudt, dan moet je zorgen dat je dit dossier koppelt aan het economische dossier. Want dat is uiteindelijk wat voor China belangrijk is. Dus als je alleen maar over het eerste praat, dan kan je praten tot je naar ons weegt. Dan verandert er, garandeer ik u, helemaal niks. Nee. Pas als je het koppelt aan het enige punt waar de Europese Unie cloud gewoon kracht op heeft, en dat is die economie, dan wordt er geluisterd. En dat is zo vis-à-vis de relatie met China, dat is zo vis-à-vis de relatie met Rusland en met allerlei andere machtsblokken. Want alleen op economisch terrein is de Europese Unie een supermacht. Maar ik hoor u zeggen, volkomen acceptabel wat je hier ziet gebeuren. Volkomen onacceptabel wat je ziet gebeuren. Precies. Nee, dat kan natuurlijk niet. En dat geeft ook de complexiteit van de vraag aan. En daarom ben ik geïnteresseerd, zijn wij als adviesraad geïnteresseerd in wat is de Nederlandse inbreng en hoe gaat Europa dat dan vormgeven? En als ik over Europa praat, hoor ik ook te weinig over, of vrijwel niets over. Dan wie hebben in Europa de leiding en waar moet Nederland zich dus op oriënteren? Dat zijn de Fransen en de Duitsers. Absoluut. En dus? Dient Nederland, wat mij betreft, met Frankrijk en Duitsland. Daar heb je overigens ook een goed diplomatiek apparaat voor nodig. Ook veel op bezuinigd. We dachten, de Europese Unie ontwikkelt zich. Die diplomaten in Europa hebben we niet meer nodig. Hebben ze meer nodig dan ooit om in de haarvaten van, in dit geval, Parijs en Berlijn te kruipen. Zorg dat je heel goed weet wat de Fransen en de Duitsers doen. Probeer de Fransen en de Duitsers te beïnvloeden. Ja, en maak een China-beleid. En ik heb niet op alle vragen een antwoord, en de heer Hoekstra ook niet. Maar ik zat hier de vorige keer, had ik het voorrecht hier te zitten in de uitzending waar meneer Peter Wennink van ASML aan tafel zat. Die verkoopt heel EUV-chipmachine. Heel veel meneer Wennink en het Nederlands bedrijfsleven, wat heel veel zaken doet met China en dus ook heel veel geld verdient aan China, daar is niks mis mee. Het Nederlands bedrijfsleven wil ook wel graag weten wat de Nederlandse inbreng is en wat de Europese inbreng is vis-à-vis een beleid ten opzichte van China. Want het kan niet zo zijn dat Duitsland daar een andere lijn trekt dan Frankrijk
En dan weer een andere lijn dan Nederland. Dus ook die private sector heeft een groot belang bij dit soort, ik geef toe, hele moeilijke politieke vragen. Ja, hetzelfde geldt misschien wel voor onze zaken met Rusland. Nederland importeert heel veel gas uit Rusland. Zeker nu Slochteren langzamerhand wordt afgebouwd. Europa doet dat ook. We weten allemaal dat president Poetin zijn oppositietegenstanders probeert te vergiftigen. En vervolgens opsluit als ze het overleefd hebben. Ja, precies. En dan zeggen je heb je niet gemeld bij het politiebureau terwijl je vergiftigd en wel in Duitsland in het hospitaal ligt. En dan ga je 3 jaar de gevangenis. Ja, de relatie met Rusland is een ander chapiter, maar langs dezelfde lijnen. We hebben in Nederland natuurlijk in de bilaterale relatie met Rusland de donderwolk, de zwarte wolk van MH17. Mm-hmm. Dus het is voor Nederland sowieso al lastig. Kunnen we eigenlijk wel een grote mond opzetten tegen een land waarvan we afhankelijk zijn voor onze energievoorraad, gas? Nou ja, ik zeg weer, en daar is met Rusland is een probleem met die tweede gaspijpleiding, die Nord Stream 2. Ik zeg ook hier weer, wil je een vuist maken die ertoe doet, dan moet Europa, de Europese Unie, die vuist maken. Het probleem bij deze vuist is, zo zijn er overal problemen, dat Duitsland, onder leiding van bondskanselier Merkel, die ik immens bewonder, maar en daar ben ik het niet met haar eens, die zegt, nee, dit is een economisch project. Dit heeft niets met geopolitiek te maken. Ja. Het is natuurlijk een puur politiek project. Vindt u onzin, die opmerking van Merkel? Ik ben het daar met haar oneens. Die tweede gaspijplijn maakt de afhankelijkheid van Oekraïne van Rusland groter. De tweede gaspijplijn vergroot natuurlijk de afhankelijkheid van ons, zoals u al terecht zegt, van Russisch gas. En ondertussen wordt Navalny vergiftigd en wordt Poetin steeds meer, kleptocraat was hij al, maar steeds meer autocratisch. U knikt, ja, ik ben het ermee eens. Ja, daar. En, maar eerlijk gezegd, de lijst is natuurlijk veel langer. Hè, want het is Navalny. Het is voor onszelf natuurlijk zeer aangelegen, de MH17. Het is wat er op de Krim is gebeurd. Het is wat er in de Oekraïne is gebeurd. Het is hoe er überhaupt grove mensenrechten schendingen plaatsvinden in Rusland. Ja, en dat betekent ook hier weer dat je moet zorgen dat je je zo organiseert dat je daar ook dat je daar een vuist tegen kan maken. Dat je daar tegen in het geweer kan komen. Duidelijk. Nog één kwestie. Over Europa. Vorig jaar werd er gesproken over een steunfonds, een coronasteunfonds van 750 miljard euro. Dus er uiteindelijk in terechtgekomen. En uw partijgenoot, meneer Hoekstra, die hier zit, die was daar niet over te spreken. En was daar eigenlijk op tegen. Dat heeft geleid tot groot tumult bij Portugal. Dat is een ander onderdeel, meneer Huis. U vond het toch veel te ruim? Nee, ik vind het was een ander onderdeel. Dat het uiteindelijke steunfonds. slecht van memorie. Wat zegt u? Er zijn boze brieven geschreven over het feit dat u toen tegen was. Nee, maar het zijn twee verschillende discussies geweest. Wat hier de kern van de discussie is. En dat maar gaat... Vindt u het goed als ik eerst even de vraag afmaak aan meneer De Hoop Scheffer? In hoeverre heeft het Nederlandse standpunt toenertijd, om daar zuinig te zijn, laat ik het dan zo zeggen, onze positie in Europa beschadigd? Ik denk dat je allereerst moet constateren rond deze discussie, en ik noemde Frankrijk en Duitsland al, dat als Frankrijk en Duitsland iets willen, en Merkel heeft de bocht gemaakt op dat punt afgelopen jaar. Als Frankrijk en Duitsland iets willen in Europa, daar moet je rekening mee houden. Dan is dat eigenlijk heel moeilijk tegen te houden. En de Nederlandse positie is gecompliceerder geworden in Europa na de Brexit. Ja. Want meerderheden, minderheden zijn totaal veranderd. Hoe kun je een minderheid, blokkerende minderheid, hoe kun je een meerderheid creëren? Enfin, ik laat de details voor zeg, wat maar, ze zijn. U zegt met zoveel woorden, dat was maar niet zo'n slimme Frankrijk positie. Als Frankrijk en Duitsland iets willen, ja. dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan heeft Nederland daar op een bepaald moment mee te leven. Ik heb overigens een discussie toen die gehouden werd vorig jaar. Niet zo gepercipieerd. Ik heb hem gepercipieerd zoals Wopke Hoekstra percipieert op dit moment. Maar ik vroeg u, hoe hebben andere landen daarnaar gekeken en heeft het onze positie in Europa beschadigd? Nou ja, je moet niet bekend komen te staan, uiteraard als dwarsligger. Maar mijn Brusselse bronnen, en dat zijn er nog wel een aantal, vertellen mij dat dat ook niet het geval is. Wat wel belangrijk is... Niet meer het geval is. Wat wel belangrijk is, is dat wanneer je als Nederland op andere terreinen actief meedoet, en dan ben ik even bij de militaire kabouter die Europa is, je dat weer de diplomatieke manoeuvreerruimte geeft om ook op hele andere dossiers die daar niets mee te maken hebben, actief te zijn. Duidelijk. We hebben het gehad over het buitenlandbeleid, toch nog in deze campagne. Dan, gelukkig wel. Op uw verzoek en ook met meneer Hoekstra. Zeer bedankt voor uw komst, Jaap de Hoop Scheffer. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.